Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Teeffelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heijkoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. Happy Christmas! In deze aflevering praat ik met Jurgen over het gezonde kerstdiner. Hoe ziet een gezonde sportmaaltijd eruit? Dat eten belangrijk voor de sportprestatie is, is duidelijk. Maar wat zet je dan op tafel tijdens het kerstdiner? Is de traditionele gevulde kalkoen voldoende of horen hier ook aanvullende supplementen bij? En zo ja, welke dan? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen! Vrolijk kerstfeest! Ja, joho! Joho, joho! Even voor de mensen die deze aflevering later terugvinden. Het is vandaag 25 december 2020, eerste kerstdag. Ja. En wij zijn zo toegewijd aan deze podcast dat ook wij vandaag bij elkaar gekropen zijn om een mooie aflevering te maken. Voor de mensen die luisteren, kijk ook even op YouTube. We hebben onze podcaststudio toch wel een beetje versierd. Leuk. We hebben allebei een mooie kerstmuts op. Dus wij zijn helemaal in de kerststemming. En hoe kan het ook anders? Als je denkt aan kerst, denk je aan eten, toch? Heerlijk. Wat ga jij vanavond eten? Ja, kalkoen hoop ik. Maar ik ruik hier nog geen kalkoen in de oven, Gerrit. Hoe zit het? Ja, het is nog vroeg natuurlijk. Het is gelukkig nog vroeg op de ochtend. We zitten gewoon nog aan de wekelijkse bak koffie. Maar we hebben hier een aantal dingen bij ons. Ik heb hier een doosje voor me staan. Ik dacht, in goede internettraditie laten we die gaan unboxen. Ik heb wat leuke dingen besteld. Leuk, cadeautjes. Vind ik leuk. Een aantal en er zit ook een cadeautje voor je in. 2 zelfs. En er zitten een aantal dingen in waar we al in eerdere afleveringen dit jaar over hebben gehad, maar die we nooit geproefd hebben. Waarvan mensen zeggen, die zijn heel vies. Dus laten we maar live proeven. Aha. Dat kun je verwachten. En we gaan wat dieper in op het onderwerp inderdaad voedingssupplementen. Wat is nou zinvol? Wat is nou onzin? Ja. Wat vinden we ervan? En, belangrijk, we kregen een vraag binnen van Marleen Wildschut over nuchter sporten. Mm-hmm. En daar gaan we ook wat dieper op in. Wat is daar nou de zinvol en onzin van? Christmas, everyone. Voordat we beginnen, Jurgen, toch wil ik even deze aflevering stilstaan bij 2 belangrijke dingen. Ik heb het een aantal keer de afgelopen weken al even gehad. De piramide zie ik. De piramide, ja, past mooi bij onze puntige kerstmatches. De Slimmer Presteren Podcast piramide. Zo in de feestdagen, moment van reflectie, laat ik dan nog 1 keer hopelijk jullie warme gevoelens kunnen benutten om wat verder te klimmen in de piramide. Als je nou voor het eerst kijkt of luistert en je denkt, waar heeft hij het over? Je kan op 7 levels betrokken raken bij de piramide. Allereerst, daar ben je nu al automatisch als je dit ziet of hoort. Je bent kijker of luisteraar. Dat is het belangrijkste. Hè? Dat vinden we super tof. Maar wellicht vind jij het leuk om er meer bij te horen. Bijvoorbeeld door je te abonneren op het platform naar keuze. YouTube, Spotify, Apple Podcast, waar je maar zit. Super makkelijk. Super makkelijk. Met een klik en je bent er. Nog leuker, wordt onderdeel van onze interactieve community op social media. Bijvoorbeeld via @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. We doen daar sowieso iedere week even een post als er een nieuwe aflevering live is. Dus dan zie je meteen waar het deze week weer over gaat. En we doen daar af en toe oproepjes over ervaringen. Bijvoorbeeld laatst over de ademhalingstrainer. Of over vragen voor een leuke special guest. Dus zorg dat je daar zit. Level 4. Meld je dan, als je naar onze website www.slimmerpodcast gaat, ook even aan voor de mailinglijst. Dan kun je namelijk iedere week per mail ook verwachten wat er in die aflevering weer staat. Linkje naar de show notes. Maar vooral ook, het helpt ons aan, daar komen we zo bij level 7, aan anderen te laten zien dat jij bestaat. Nou, dan level 5, dan wordt het moeilijk. Hè? Daar hebben we altijd de knip gelegd. Deze eerste 4 levels, dat is klikbaar. Dat is makkelijk. Klikactivisme wil ik zeggen. Als je nou langer naar deze podcast kijkt of luistert, op Apple Podcast werken ze met reviews. En veel reviews en goede reviews helpen om die podcast te laten ontdekken door anderen. Ja, bij review denk ik altijd aan zo'n meta-analyse. Dat hoeft bij deze. Dus je hoeft niet 20 afleveringen gaan luisteren en dan gewoon dat als op een weegschaal te gooien. Van, het leuk vindt om te luisteren, laat het even weten. Zoals René De Lange deed dat onlangs. Leuk. Jeff Bogers was lang de laatste in mei, maar René kwam over de brug en die geeft ons zwaar 5 sterren en schrijft: leuk en informatief is de kop. Complimenten voor de makers van de podcast. Ze leggen in heel simpele bewoordingen de wetenschap, mythes, feiten en fabels uit. Leuke gasten. Oh, dat gaat niet over ons. Wij hebben leuke gasten. Zoals Louis de Leijf vorige week bijvoorbeeld. Ja. Leuke gasten, onderwerpen en veel interactie met wat er leeft bij de luisteraar. Nou precies René, je hebt het helemaal begrepen. En als jij dit nu ziet of hoort, we gaan graag de interactie met jou ook aan. En dan toch de laatste. En ik hoop dat ik hier, en dan hou ik erover op hoor, met dit gebedel. Maar toch nog één keer onder de aandacht. Level 6. Als jij nou met veel plezier naar onze podcast luistert, misschien ben je dan wel er klaar voor om ons ook gewoon financieel een duwtje in de rug te geven. Dat kan door vriend van de show te worden. En dat kost eigenlijk maar 250 cent per maand. Oftewel €2,50 per maand, minder dan een kopje koffie. En dan gaan wij met nog meer plezier natuurlijk 2021 in. Op dit moment drijven wij volledig op jou en mijn goede energie, nieuwsgierigheid en plezier. We hebben nog een paar shirts denk ik over hè, voor de eerste aanmeldingen. Op dit moment. Ja, okay. Dus als jij snel bent, de eerstvolgende vriend van de show ontvangt het Slimmer Presteren Podcast t-shirt. Jij hebt hem aan, zelfs op eerste kerstdag. Super. Juist, ik heb hem eigenlijk voor het eerst echt. Is ja, goed, vorige week had je hem ook al aan. Oh ja. Ja, maar dat was een andere. Dit is mijn kerstshirt. Hey, maar dan toch, laatste. Uiteindelijk moet de schoorsteen roken. Dus zijn we ook altijd op zoek naar bedrijven, organisaties, merken die onder de aandacht willen komen van onze doelgroep. Die kunnen sponsor of adverteerder worden. Dat is er op dit moment 1. Live Online Events maken geweldige online events die wel leuk zijn. En ik vind dat toch ook even belangrijk om te zeggen, voordat we zo gaan unboxen. Alle producten die we in deze aflevering noemen, bespreken, heb ik zelf van mijn eigen zakcentjes en van die eerste paar vrienden van de show centjes gekocht. Er is geen belangenverstrengeling, geen sponsors, dus weet dat even als je gaat luisteren. Zullen we gaan beginnen? Ja. Happy Christmas! Nou, we gaan uitpakken. Het kerstcadeau. Doen jullie eigenlijk aan cadeaus ja, zeker. Ja, onder de kerstboom? Er zijn toch nog meer van Sinterklaas, maar de kerst begint bij te komen. Van wel leuk. Een boek en een spel voor de hele familie. En, onze podcast groeit snel, hè? We hadden vorige week bij Louis eindigden we al even met een boekentip voor de kerstboom. Voor de mensen die jou niet kennen, Jurgen, terwijl ik de eerste items dus even eruit pak. Heb jij een boek geschreven? Ja, het schijnt zo te zijn. Ja, trouwens, dat was ik vergeten te zeggen bij Louis vorige week. Louis is ook bezig met een boek. Maar het is er dus nog niet. Maar in ieder geval. Dus dat kan niet onder de kerstboom. Nee. Het eerste wat ik hieruit trek. Winnaar staat erop. Winnaar Cycling. Dit is, ik heb namelijk een verrassingspakket gekocht. Dit is mijn kerstcadeautje voor jou. Wauw. Knalroze wielersokken. Alsjeblieft, Jurgen. Dankjewel. Wat wil ik toch nog even vermelden. Dit is natuurlijk alleen voor de UHTT'ers interessant. We hebben altijd, dit jaar gepoeld, hè? Ja. Voor de diverse rondes. Een wielerpoeltje. Ja. En ik had de Giro gewonnen, Giro Pool. Oh echt? Kreeg je ook roze sokken? Nou, toen kreeg ik een berichtje. Ja, je krijgt binnenkort je cadeautjes, sokken. En toen zei ik roze sokken. Hè, een beetje grappig bedoeld. Ja. Ik zei, nou, waarschijnlijk niet. En toen heb ik uiteindelijk, maar ik kreeg de UATT sokken. Oh. Wil ik toch ook nog iets over zeggen. Ja. Want het zijn er niet zomaar gewone sokken. Ik keek eens goed. Ze zijn gemaakt van plastic uit de zee verzameld. Mooi. Dat is 1. En ten tweede, er zit iets in verwerkt en iets natuurlijks, waardoor je ze niet elke week hoeft te wassen. Dus je wat gebeurt er dan met jouw voeten? Nou, je geurtjes of je zweet wordt dan op een natuurlijke manier. Misschien een soort schimmeltje toegevoegd of iets dergelijks. Maar, dus ik dacht van toen we het hadden over bijzondere sportmaterialen. In onze aflevering uit mijn hoofd moet ik nu even zeggen 36 over sportkleding. En, toen wist ik dan nog niet dat dat ook bestond. Maar dat... die heb ik dus in mijn bezit. En daarnaast nu een mooi paar roze sokken. Winnaarssokken. Hey, die UATT-sokken moet je even in de show notes zetten. Dan kunnen mensen dat vinden, want ik ben wel nieuwsgierig. Ja, is goed. Ik ga even door. Dit is de bestelformulier, moet ik niet hebben. Het is namelijk een verrassingspakket. Hè? Leuk. Ik laat jou uitpakken. Ja, maar, want ik weet wel een beetje wat erin zit. En ik zoek even... Ja, deze zoek ik. We hebben namelijk ooit een aflevering gemaakt. Oh, ik weet al die nummers niet uit mijn hoofd. Ik denk rond de... 30, 32 is ketonen. Ja, ja, zeker. Weet je wat ik heb besteld? Keton Concap. Citroen. Ja. Wow, wat een naar flesje. Ja. Een van de dingen die Guido Vroemen toen meteen riep... toen ik zei, waar denk jij aan als ik zeg ketonen? Toen zei hij, smerig. En ik vond toch een gemis in het kader van... wij moeten meer proefjes doen... Ja. Dat wij dat zelf nooit geproefd hadden. Dus. Ja, ik ga meteen naar, want dan moet ik eigenlijk op de verpakking gaan kijken of daar de echte ketonen in zitten. Doe jij dat even, terwijl ik ze even inschenk. Want... Ik had natuurlijk glazen. Oh, hier, er zit shotcup in. Hier heb jij de verpakking, zal ik even wat inschenken. Een korte toelichting gaan geven. Ik heb laatst weer een update gekregen van Peter Hespel. Peter Hespel is de ketononderzoeker uit België. Universiteit van Leuven. En nou, die gaf duidelijk aan van de ketonhype. Daar zijn heel veel fabrikanten opgesprongen. Naar aanleiding ook van natuurlijk wat er bekend was uit de Tour. En wat een aantal ploegen gebruiken. Maar, zei hij, je moet wel het echte middel hebben. Dat zijn de ketonesters. Want de ketonzuren of misschien ketonzouten, zei hij... Ja, die doen niet zoveel. Daar is A, weinig onderzoek mee gedaan. Maar dat heeft er ook mee te maken. Als je die inneemt, dan zie je in jouw bloed helemaal geen stijging van het aantal ketonlichamen. Oh. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat dat gebeurt. Dus bij deze misschien... Wat zit erin? Even... L-carnitine. Ja, dat is iets anders natuurlijk. Echt? Ja. En extract van gewone framboos zit erin. Nou, dat is altijd goed. En er zit een zuurteregelaar in, namelijk citroenzuur, aroma, citroen, cafeïne zit erin. Kijk. Extract van grapefruit, conserveermiddelen. En dan nog, oh, dat zijn de conserveermiddelen, kaliumsorbaat, natrium. Oftewel, het hoofdingrediënt is water, staat er, hè, staat vooraan, dat is het meeste. En dan L-carnitine zou de werkzame stof moeten zijn. Wat zeg je nou? L-carnitine, nee, maar dat zit niet in heel veel stoffen. Dat is komt wel uit België dit. Maar als ik kijk op mijn doosje hier, framboosketonen, ja. Extract van Camellia Sinensis grapefruit extract. Nou, weet je wat we gaan doen? Dit zijn ketonen uit een vrucht. Terwijl ik toch geleerd heb dat ketonen lichaams-eigen zijn bij mensen. Ja. En waarschijnlijk bij dieren. Dit ziet er smerig uit. Ik weet het niet. Ik denk dat hier een hoog placebo-gehalte aan zit, Gerrit. Maar goed. Wacht even. Er staat dus op de verpakking dat je dit één dagelijkse portie... De payoff is ook Concap. Meer heb je niet nodig. Aanbevolen dagelijkse portie. 1 doseerdop. Die heb je nu in je handen. Ja. Per dag. De aanbevolen dagelijkse niet overschrijden, staat er als waarschuwing. Dat is altijd wel... Nou, hoe ruikt het? Beschrijf even voor onze luisteraars. Niet verkeerd. Zoetig zelfs. Zoet en zuur, ja. Ja, het ziet... Nou, de kleur... ja, die ziet er inderdaad... Echt smerig. Bruin, troebel drankje. Ja, dat is niet iets waarvan je zegt... Hey, hier kijk ik naar uit op eerste kerstdag. Sander zit er helemaal te bescheuren. Ja, deels... Guido zegt altijd... Je moet in de training dit soort middelen wel testen. Het is wel een unieke dag... om helemaal over de zeik te gaan... dat je vanavond bent kerstdiner. Ja, maar ergens is het ook lauwe koffie... of een koude koffie. Neem het eens in, want ik wil ook. Maar jij doet niet mee, oké. Jawel, maar ik heb maar één zo'n bekertje. Ik heb hier wel... Wacht. Ik heb hier voor volgende... Oh, camera. Nee, het is totaal anders dan je verwacht. Want ik dacht aan een soort koffie. Ja. Ik voelde... Ik dacht zoet. Ja, maar? Maar dan neem je het in en dan smaakt het bitter. Hè? Bitterzuur. Ja, dat heeft Guido wel gezegd toen. En met een behoorlijke nasmaak. En die blijft hangen in je keel. Wacht even, ik ga even voor je camera langs. Want ik heb hier de fluitjes voor volgende week al klaarstaan. Van de nieuwjaarsuitzending. Dus... Nee, als zij zeggen, ja, citroen, dat geloof ik wel, dat staat erop. Maar het is totaal anders wat ik had gedacht. En ik denk wel dat de smaak, ook al zit er misschien niet de echte ketonesters in, Dat ze wel geprobeerd hebben om, wel zo smerig, om de vieze smaak in ieder geval na te bootsen. Zodat je in ieder geval het gevoel hebt dat... Het ruikt naar zo'n behanglijn. Dat ze er wel iets in... Ja. Damme. Of is het nou gewoon dat vieze vloedje? Nou, daar raak ik. Praat jij nog even door. Maar goed, dus ik kan wel een kleine update geven over die ketonen. Dat is toch wel machtig interessant onderzoek wat er nog steeds gaande is. Net heel bitter. Maar goed. Ah, godverdamme. Ja. Nou ja, als jij echt iets met ketonen wil, kijk uit met wat je koopt. Jezus. En het is in ieder geval goed als ze heel vies maken. Oh, godverdamme joh. Dit is echt smerig. Ja. Ik kom nu langs je huig. Dat krijg je zo'n kokhalsneiging. Ik kom er niet vanaf. Heb je een ander iets zo dadelijk? Oh, nee, koffie zit hierin. Ja. Dat faken wij altijd. Is gewoon water. Ja. Koffie. Nee, maar nog even over die... altijd leuk om even wat bijscholing te geven over de ketonen. Ik vertelde toen over de studie in Leuven. En daar kwam eigenlijk uit dat... daar hadden ze fietsers 5 uur op een fiets gezet, proefpersonen. 3 uur, best wel koersen. Kregen ze de hele tijd ketonen. En dan gingen ze na die 3 uur nog een tijdrit doen en een sprint. Mm-hmm. En met het idee van dat de ketonen ervoor zorgden dat glycogeen gespaard bleef. Ja, dat is het idee, hè? Ja. Extra energiebron. Nou, dat hij zegt, dat is dus helemaal eigenlijk naar het Rijk der Fabelen geweest. In ieder geval. Nee, want ze hebben biopten genomen. En daar bleek helemaal dezelfde hoeveelheid glycogeen aanwezig te zijn. Of je nou wel of ketonen had of een nepdrankje. Misschien is dit wel een goed nepdrankje wat we nu hebben. Maar lijkt, want je zegt, ik zie op de ingrediëntenlijst niet het ingrediënt wat ik zoek. Ik zie niet ketoonesters ergens. Nee. Dus gamma-hydroxy, boterzuur. Dat het eigenlijk niet op de verpakking staat. Ik heb gezocht in die webshop op ketonendrankje. Ja. Toen kreeg ik dit. Ja. Nee, acetoacijnzuur meen ik, aceton en... Het zijn beta-hydroxyboterzuur. Dat zijn de 3 ketonen. Maar goed, en wat hij toen ook liet zien, heb ik toen ook gezegd van... Wat er ook met die ketonen gebeurde, is dat je een verzuring van je bloed kreeg. Ja. Dat betekent een kleine daling van de pH. En dat is niet fijn. Het bloed moet gewoon 7,4 pH zijn. Ja. En wat er dus gebeurt, dat bloed, dat heeft allerlei buffercapaciteit. Dus je zag aan de bicarbonaat, dus het eigenlijk buffersysteem om de zuren te bufferen, de H+'jes, dat ook ingeschakeld werd. Nou, heeft hij toen een studie gedaan. Dat was wel weer interessant. Toen heeft hij bicarbonaat gegeven met de ketonen. En ja, toen daarna nog dus gekeken. Nou, die verzuring werd daarmee opgeheven. Heeft helaas geen biopte genomen. Maar hij zag daar wel een lichte trend dat in de tijdrit uiteindelijk en de daaropvolgende sprint... ketonen het iets beter leken te doen. En dit is een update dus van het nieuws wat wij in aflevering 24... Ik heb het even opgezocht. Aflevering 24 Slimmer Presteren Podcast gaat helemaal over ketonen. Dus ik vroeg hem toen, is dit dus nu de manier om voor wielrenners om tijdens de koers ketonen te nemen? Dan zei hij, het zit allemaal wel iets ingewikkelder, Jurgen. Want, zei hij, als ik ketonen later neem... Nu gaf je het bewust in de eerste 3 uur, waarbij de test... later plaatsvond. Ja. En na die 3 uur was eigenlijk het niveau van de ketonen ook weer behoorlijk gedaald. Eigenlijk weer naar baseline. Ja. Dus je zou zeggen, er is geen ketoneneffect meer. Toen zei hij, als ik in die situatie bicarbonaat erbij heb gegeven, dan zie ik een gunstig effect op de sportprestatie. Terwijl de ketonen verlaagd zijn. Hè? Ja. Eigenlijk uitgewerkt. Ja. Maar als ik dit herhaal en die ketonen... en ik doe die hele warming-up van 3 uur niet... maar ik begin met een kleine warming-up. Ik geef ketonen en die geef ik ook tijdens de test... waarbij de ketoonlevels nog wel hoog zijn... met bicarbonaat of niet... dan zie ik eigenlijk een negatief effect. Dus hij zegt, er is iets gek. Je moet, als je ketonen hoog zijn in je lichaam... dat moet je niet hebben. Klaar. Okay. Maar het kan best zijn dat jij, en hij is heel erg van een gunstig effect van ketonen voor het herstel. En hij zegt, wellicht is het al dat die 3 uur voorafgaand aan die echte test, dat ook al meegaat in een soort herstel. En dat ketonen uiteindelijk ook al dan hun eerste effect hebben op herstel. Want wat hij eerder liet zien is dat hij aan proefpersonen die 3 weken op een soort Tour de France-achtige setting stuurde. Ja. Waar ze totaal uitgeput raakten, een soort overtraining staat. dat het dan gunstig was om na elke etappe ketonen te nemen. Waardoor dus hij heel erg overtuigd is, nee, je moet ketonen zeker niet meenemen als glycogeen-sparend effect. Maar blijft staan dat het wellicht belangrijk is in de herstelfase. En hij interpreteert deze data nu eigenlijk ook van, als je ketonen te laat neemt tijdens het sporten, nou, dan hang je. En zelfs gevaar met de pH-daling. Maar als jij het tussendoor neemt of na de rit of dan wellicht zit daar wat in. Maar let op, het is een verzurend supplement. Ja, en het is super smerig. En dan moet je bicarbonaat nemen. Dus ik ben benieuwd, zit er bicarbonaat in je doos? Ja, ik hoor je bruggetje. Ik ga even in de doos. Ik heb hier namelijk dit potje in de doos. Het is een potje Best Amino Power. Arginine All Sports. En waar jij op hint is de vraag van Bastiaan Gaillard, die wij binnenkregen. Als je nou denkt, Bastiaan Gaillard, wat een bekende naam. Ja. Tenminste, bij mij did het ring a bell. Hij is een van de redacteuren van Het is Koers. Vorige week hadden we een vraag van Maart Visser. Ja. Nu hebben we Bastiaan Gaillard. Hij heeft die vraag ook ingesproken en we hebben hem beloofd, we gaan daar een aparte aflevering over maken. Dus Bastiaan, hou die vraag vast. Ja. Maar toch even vooruitwijzend. Hij stelde een vraag over een goedje, AMP Human. Mm-hmm. En dat is ook een zalf. Ja. En dat is een zalf met het supplement bicarbonaat. En ik heb dat geprobeerd te bestellen, maar dat is niet te krijgen. Dan moet je namelijk uit Amerika komen en dat was niet op tijd voor vandaag hier. Dus vandaar ook, Bastiaan, dat we er later op terugkomen. Maar ik was wel benieuwd in zijn algemeenheid. Ja. Zalfjes als voedingssupplement, want dat is deze belofte ook. Dat je dit is een soort powercrème, staat er dan. Ik ben verbaasd van waarom je dat. Kijk, daar zitten aminozuren in volgens mij, hè? Ja, amino acids through liquid patch. Even kijken. Nederlands, Amino Power. Amino Power gebaseerd op arginine, verhoogt kracht en energie. Nou hè, dat willen wij toch? Dat klinkt als slimmer presteren. Ja. Werking. Amino Power verhoogt de toename van kracht en energie door een betere beschikbaarheid van zuurstof en voedingsstoffen. Hierdoor neemt het prestatievermogen toe. En dan staat hier gebruik product circa 20 minuten voor het sporten op de gewenste lichaamsdelen aanbrengen, inmasseren tot volledig door de huid opgenomen. Ja. Mijn eerste vraag is, Jurgen, en dat was al toen van Bastiaans vraag binnenkwam, kan ik extern, dus van buitenaf, door dingen in te smeren, voedingsstoffen in mijn spieren brengen? Ja, ik ben getriggerd. Ik zit te denken voedingsstoffen. Ik moet natuurlijk denken aan het verhaal, en dat hebben we hier al over gehad, over Salazar, die bang was dat concurrerende fysiotherapeuten testosteroncrème zalf zouden opsmeren. Ja, ja. En dat is wel bekend van dat testosteron bijvoorbeeld. Op, ja? Maar ja, testosteron is geen voedingssupplement. Nou ja, voor sommigen misschien wel, maar in principe is dat natuurlijk een hormoon. Kijk, het eerste wat in me opkomt, dat heeft allemaal te maken natuurlijk met hoe goed wordt het opgenomen. En je hebt wateroplosbare spullen, voedingssupplementen of voedingsmiddelen en vetoplosbare. Sommige vitamines zijn meer vetoplosbaar. Hoe dat met aminozuren zit, volgens mij gedijen die het beste in een waterige omgeving. Want het is normaal, aminozuren zijn de bouwstenen natuurlijk van eiwitten, waarvan er iets van 20 aminozuren bestaan in het lichaam. En je hebt een 8-tal essentiële aminozuren die je met de voeding moet opnemen. Mij niet. Ja, ik heb dus nu ondertussen even op de enige spier die ik bij deze podcastproductie gebruik, namelijk de rechterarm, om de microfoon vast te houden, heb ik nu ingesmeerd met dit goedje. En ik denk dan altijd, die huid zit er niet voor niks, hè? Ik bedoel, ja toch? Die is om bepaalde dingen buiten te houden. Jazeker. Je wil niet dat je in contact met elk vreemd virus of bacterie, dat die zo je lichaam binnen kan lopen. Dus dat is een behoorlijk dikke laag natuurlijk van die jou beschermt. Ja. Wil niet zeggen dat het natuurlijk wel mogelijk is om, ik denk nog altijd terug vroeger Midalgan en mijn moeder die neemt dat nog steeds inderdaad als ze stramme spieren heeft en dat doet dan zij, iets dat komt de warmte, doorbloeding. Ja. En nou, dat is wel het idee, maar dat heeft al te maken met van hoe groot is de dosering en hoe diep komt het uiteindelijk? Kijk, als jij dat geloof ik ook wel, als je gaat sporten echt in de kou en dan in een korte broek of in de stromende regen, dan gaan uiteindelijk jouw huid wordt koud, maar jouw spieren, jouw spieren vooral die aan de oppervlakte liggen, worden ook koud. Ik bedoel, ja. Dus het is mogelijk om signalen van de buitenkant door te geven aan de binnenkant. Alleen, ik heb het dus net ingesmeerd. Het is een soort boter. Het voelt, en de substantie voelt als boter. Het voelt ook heel smerig om het in te smeren. Ja. Het kleeft al mijn armharen kleveren aan elkaar. Maar goed. Nou, hoeveel heb je hiervoor betaald? Of mag je dat niet zeggen? Ja, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ik kijk even naar het potje van, want welke... Het gaat er ook om de ene aminozuur. Ja, ik heb net de ingrediëntenlijst zitten bekijken. Mijn scheikundelessen schieten tekort om te bepalen wat daar nou in zit. Dit potje van 250 milliliter heeft mij €25 gekost. Vind ik best veel. Maar ja, alles voor de podcast. Ja. Hè? Dus jongens, vriend van de show alsjeblieft. Ik heb 10 vrienden van de show nodig voor een maand om dit terug te betalen. Ik heb het idee dat het vooral arginine is. En wat is dat? Ja, L-arginine. Linksdraaiend moet je hebben. Echt? Ja, zeker. Nee, dat komt weer samen, denk ik, met een aflevering. Daar hebben we het al over gehad. L-arginine is... Welke? Want ik heb hier de lijst. Dan kan ik een nummer roepen. Het is kerstvakantie. Ja, dus mensen kunnen alles... Oh, bieten. Oh, daar kom ik zo op terug. Bietensap, dat is een hele populaire aflevering. L-arginine. 29, aflevering 29. L-arginine is het substraat waaruit NO, nitric oxide... Ja. NO, stikstofmonooxide in het Nederlands. Ja. Nou, dat is wel een wonderstof in het lichaam. In ieder geval we hebben toen geleerd dat zet je vaten open. Heel goed onthouden, Gerrit. Ja, dat is een vaatverwijder sowieso. En werkt ook nog op de spieren zelf als zijnde verbeterde spiercontractie. Maar primair is het inderdaad een vaatverwijder. Belangrijk dus bij doorbloeding. Dus is dan de belofte van deze crème dat ik dat nu op mijn arm gesmeerd heb? Dat moet dus blijkbaar zijn weg vinden helemaal tot in mijn vaten en spieren. Ja. En daar zou het eventueel hetzelfde effect kunnen hebben. Ja, want je hebt daar het enzym INOS of NNOS, nitric oxide synthase. Ja. Logisch. Ja. En als die L-arginine in de nabijheid vindt, dan denkt hij, ik ga dat omzetten naar NO. Ah. Alleen, denk ik dan, heb jij relatief een tekort aan L-arginine daar in jouw spieren. En in jouw... En dat hebben we toen ook al gezien, over het algemeen niet. Nee, in principe ga ik er toch vanuit. L-arginine is dan een aminozuur. Is volgens mij niet een essentieel aminozuur. Dus dat is eentje die meer voeding moet nemen. Misschien is het wel een essentieel, maar dan neem je hem dus met je voeding. En als jij gewoon gebalanceerde voeding neemt... Ja. Dus ik kan nou ook niet eens zeggen, waar zit echt heel veel L-arginine in? Behalve dus bieten. Want dat bietensap was eigenlijk, dat zette nitraat om. Ja, dat is waar. Dat de bacteriën die nitraat omzetten uiteindelijk direct in NO. Ah ja. Dus dat is dus eigenlijk... Dit is een andere route om NO in je spieren en vaten te krijgen. Dit is de natuurlijke route in het lichaam. Daar is L-arginine. Dat heb jij of gegeten of misschien zelfs is het nog aangemaakt, wat ik zei, als substraat. Zit dan in jouw cellen, cellen van je bloedvaten. En als dat enzym in voldoende mate aanwezig is, dus daar heb je wel, je kan ook je INO, dat enzym kun je ook upreguleren. Ja. Door bijvoorbeeld met sporten kan jij zorgen dat je meer INO's, dat enzym aanmaakt. Dus komt weer de vraag is, wat is de beperkende factor voor de aanmaak van NO? En dan geloof ik niet dat... Ja, er zullen best bijzondere cases zijn waar L-arginine... Geen algemene waarheid. Meer Kortom, ligt het bij het enzym zelf. En dat kan inderdaad bij mensen die weinig sporten of met atherosclerose kom je het ook wel tegen dat enzym... minder actief is, laat ik het zo zeggen. Kortom, vooruitverwijzing naar 2021. Nogmaals een reden om je te abonneren. Want wij gaan hier induiken. Jij gaat hier induiken op zoek naar studies. Enerzijds nut en noodzaak van dingen via zalf inbrengen, toebrengen. Ja. We zoomen die aflevering die aankomt in op dat bicarbonaat specifiek. Maar wellicht nemen we deze saus ook nog even mee. Want ik denk niet dat die op is. Ik ben toch zelf ook benieuwd. Wat doe jij aan voedingssupplementen? Ja, wat staat er bij jou in de keukenkast? Die heb ik ook in de doos gegooid vanmorgen. Ja. Dit heb je ook niet nodig. Voor de niet-kijkers, oftewel voor de luisteraars. Ik heb nu een doosje Davitamon Compleet Weerstand in mijn handen. Daarvan wordt ook gezegd, als je gewoon gezond eet, hoef je echt geen vitaminepillen te slikken. Noem het maar placebo, noem het maar baatmiddel. Jij doet het ook, hè? Bij de R in de maand pak ik een pilletje iedere ochtend bij het ontbijt. Nou, ik moet zeggen... Multivitamines. Dat zijn de laatste weken, maanden, ook door corona, denk ik, toch heel veel in het nieuws over vitamine D, hè? Ja. En dat is wel een dingetje waar ik toch begrijp. Vitamine D is ook wat je van zonlicht krijgt. Ja, ja, precies. En dat werd vroeger, al voor corona, altijd gezegd. Ja, dan moeten mensen nemen die of een donkere huidskleur hebben. Oudere baby's misschien. En in ieder geval mensen die... Oudere baby's of oudere, baby's? Ja, oudere, baby's. Ja. En mensen die weinig in het zonlicht komen of juist weinig zonlicht zien omdat ze een kerstmuts op hebben. Of, bijvoorbeeld. Een mondmasker voor. Ja. Maar ja, dat blijkt uiteindelijk dat denk ik toch een grote hoeveelheid dat te weinig doet van de mensen. En waardoor het toch aanbevolen wordt om het bij te slikken. In ieder geval in de maanden waarop je veel binnen zit. Ja. Vitamine D. En dat zit in, in zo'n multivitamine ding. En ik moet zeggen, ik ben er natuurlijk bij ons staan helemaal niet veel van die potjes. Maar we hebben ze ook staan. En als ik dan zoiets lees, dan loop ik toch even naar de kast om te kijken, hebben we iets staan? En dan neem ik er eentje. Ja. En dan moet ik zeggen, shit, maar ik doe het niet elke dag. Ik vergeet soms. En, ja, maar volgens mij is dat toch ook niet erg? Als de basislijn is dat je genoeg binnenkrijgt door gezond eten... Ja. Dan is... oh, jij gaat nu... Ja, steek een lekker pilletje in. Wat is er altijd? Een Davitamon is een... Is lekker zoet. Vroeger hadden wij die rode. Weet je wel? Die hele vieze. Als kind bijt je daar dan altijd een keer op. En denk ik, moet je niet doen. Want het is gewoon eigenlijk levertranen. Nu hebben we deze zoete, mierzoete koudtabletten. Ik vind ze niet zo lekker. Maar kijk, misschien beter dan de ketonen. Maar daar heb je het al, hè? Tenminste, houdbaar tot einde. April 2020. Echt? Ja. Ja, maar dat is toch onzin? Ja. Zo'n pil kan toch niet bederven wel? Dus Gerrit, ja, maar als ik dit weet, dan weet ik nu al van ja, hè, dit heeft helemaal geen zin bij mij. Potje aan dikke. Tuurlijk wel, dat is onzin. Maar niet vergeten, dit is een multivitamine, dus daar zit naast D, zit ook A, allerlei B'en in, C, E en mineralen zoals calcium, chroom, jodium, koper, magnesium. Is dat goed? Doe me wel denken aan multivitamine, moet je echt altijd mee uitkijken of goed weten welke samenstelling is. Oh. Omdat er dus... ja, soms zit er ineens heel veel van een bepaald vitamine in... waar je misschien helemaal niet om gevraagd hebt... of zelfs nadelig kan werken. Kan je te veel supplement binnen hebben? Ja, dat stel ik vaak. Nou, we hebben die vraag gehad van iemand. Ja. Ik weet niet meer wie dat was. En die noemde toen ook als Sven Kramer. Ja. En ik heb dat toch nog eens even opgezocht nog hoe dat zat... En dat is inderdaad toch wel een interessant verhaal. Dat werd toen gegooid op de vitamine B6. Ja. Waarvan inderdaad bekend is, of in ieder geval dat er een risico bestaat... op zenuwbeschadiging zelfs als je te veel inneemt. Bij overdosering. Ja, dus neuropathie. Dus je zenuwuiteinden met name... Die krijgen daar een opdoffer van. Je begint met tintelingen. En uiteindelijk, bij Sven klaagde uiteindelijk over een pijnlijk been. En nu is natuurlijk de vraag, want hij ontkende en zijn voedingsdeskundige of dat daarmee te maken had. Maar het geeft wel een beetje aan van hoe dat werkt, ook bij topsporters. Van, ik begreep, nou, er kwamen wisselingen in de ploeg. Die komen om de zoveel jaar. Want een frisse wind is altijd goed. Ja. En dat vind ik toch... Dan denk ik weer terug aan onze... vorige week met Louis de Leijf. Die juist zegt, nee, maar je moet echt tijd nemen om te investeren. Elkaar leren kennen. Dat gaat om coaches. Maar dit gaat dan om de begeleidende staf. Bijvoorbeeld een voedingsdeskundige. En destijds kwam dus bij de ploeg van Sven een... dan heb je het al, denk ik dan meteen. Een orthomoleculair... voedingsdeskundige. Ja, orthomoleculair. Ik weet niet eens wat het is, orthomoleculair. Ja, ortho is plaats, toch? En moleculair is op moleculair niveau. Ja, dat is volgens mij een hele aparte tak van wetenschap... die door die andere tak van wetenschap altijd wordt gezien als... pseudowetenschap. Ja, Hoogjomanda gehalte, et cetera. Maar die man, die orthomoleculair... Een voedingsdeskundige, die heeft toen bij Sven bloed geprikt, denk ik, is begonnen en gevraagd naar waar heb je last van, hoe voel je, logisch. En die is een hele batterij aan supplementen gaan geven, waaronder dat vitamine B6. Maar echt ook heel veel, begreep ik. Oké. En werd Sven er beter van? Hij had al een kwakkelseizoen gehad. Nee, hij werd er niet beter van. Misschien zelfs slechter. Hij kreeg die pijn in dat been. Dat op een gegeven moment, toen heeft hij daar, denk ik, toch op aanwijzing ook van anderen, maar eens even een sportarts naar laten kijken. Volgens mij is dat Peter Vergouwe, dat is wel een bekende in die sportwereld. En die heeft heel het plaatje op een rij gezet. Al, nou, hoe eet jij? Hoe train jij? Heb je nog aanvullende supplementen? En ja, en die heeft die B6 aangewezen als die heeft toen gezegd, nou, als de wiede weer gaat, zou ik zeggen, stop met al die onzin. Okay. Want dit, ja, A, je hebt het niet nodig. En B, kan het best wel eens averechts. Hij zal niet, ja, welke bewoordingen hij precies gebruikt heeft. Het is moeilijk om daar dan te zeggen, daar lag het aan. Maar in ieder geval, die stap is toen genomen, weg met die B6. Dat is later nu in het nieuws gekomen. Dan die koppeling van, ja, het lag daaraan. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want, ja. Maar in ieder geval, de studies die hebben dat laten zien dat het een verhoogd risico geeft op. Leuk. Maar het geeft wat mij betreft maar weer aan van die sporters. Ja, de sommige zweren erbij bij echt die voedingssupplementen. Terwijl als je de deskundigen altijd hoort, die zeggen, nou ja, in ieder geval recreanten hebben het echt sowieso niet nodig. En bij de toppers is het ook maar de vraag of ze het nodig. Kijk, het heeft alles te maken met gewoon goede, gebalanceerde voeding. Ja. Waarin het in zit. En nou, doe me toch. Er zijn studies gedaan naar het eetgedrag van de Nederlandse toppers. En met name van of zij genoeg vitamines binnenkrijgen. Ja, is dan toch, vind ik, schokkend om te lezen. Nou ja, dat is een studie wel van een paar jaar geleden, misschien 5 jaar geleden. Dat onvoldoende gebeurde. Dus dat er relatief tekort aan vitamine D was. Ja. IJzer bij de dames. Ja, dat is logisch. IJzer heeft natuurlijk ook met misschien bloedverlies tijdens de menstruatie te maken. IJzer is belangrijk, hè, voor de hemoglobine, voor het binden van de zuurstof. Ja. Dus ja, dan denk je, ja goed, dan is het... Kijk, en bij hun snap ik heus wel dat voor hun uitzonderlijke situaties zijn. En dat bij hun het best wel... Ja, kritisch kan zijn dat ze echt genoeg binnenkrijgen. Ja, maar voor de amateur, die heeft het meeste. Nou, over de amateur. Ik heb hier voor me het laatste nummer van de Bicycling van dit jaar. Ja, is leuk. Is om 2 redenen leuk. Er staat ook iets over voeding. Maar voor de mensen die deze podcast net ontdekken en jou niet kennen, staat zwaar ook een artikel van jou in, Jurgen. Ja, ik ben pagina 68. Jurgen van Teeffelen heeft een mooi artikel geschreven over bewegen als medicijn. Ja, leuk. Nou, ga vooral lezen. Bicycling.nl staat hier waarschijnlijk ook. Maar waar het mij even om gaat, is dit andere artikel. Mm-hmm. Jij vroeg aan mij, wat staat er bij jou in het keukenkastje? Ja. Hebben zij op pagina 54 een artikel dat heet Fietsen en het immuunsysteem. Een onderwerp wat wij ook wel vaker hier in de podcast aan de hand hebben gehad. Bij onze afleveringen rondom corona onder andere hebben we er inmiddels 2. Aflevering 11 en... aflevering uit mijn hoofd. Ik ga jullie echt een mooie to-do-lijst. Misschien hebben we ze straks allemaal gehad. Sporten na corona was 33. Maar het gaat me even over de inzet die daar staat. Namelijk versterkend voedsel. Dat is een heel mooi ding. Sommige voedingsmiddelen ondersteunen je afweersysteem met dank aan specifieke ingrediënten. Er staat dan yoghurt en kurkuma. Daar staat papaya en kaneel. En er staat rode pepers en knoflook. Nou, en dan heb ik toch 2 van die 6... iedere ochtend in mijn ontbijt zitten. Want ik eet een bakje muesli met yoghurt. En dat doe ik al meer dan 2 jaar. Kaneel op. Ja, yoghurt doe ik ook. Ja, maar ik gooi er ook kaneel op. Aha. Om een andere reden. Ik heb namelijk ooit een mythe of fabel, dat weet ik niet. Maar ik heb ooit gehoord dat dat goed zou zijn voor je hersenen en je geheugen. En ik vind het ook gewoon lekker. Ja. Dus ik doe altijd kaneel in de yoghurt. Oké. Ja, en het immuunsysteem... Kijk, ik ben gewoon geen immunoloog. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik heb jou wel dit doorgeappt, dus zeg, doe even factchecken. Waar komt dit vandaan? En er is heel veel aandacht voor het immuunsysteem, ook door corona. En wij hebben volgens mij onze uitzending, de gewone corona-uitzending, hebben we het ook al over gehad. Ja. Van dat studies in proefdieren en bij mensen erop wijzen, een beetje die J-curve, hè? Ja. Niks doen, dan heb je iets wat verzwakt immuunsysteem. Laten we zo zeggen, ben je vatbaarder voor infecties dan mensen die regelmatig sporten. Maar mag je misschien wel juist te veel hooi op je vork nemen, dan ben je weer kwetsbaarder voor infecties. Ja. En toen kwamen we volgens mij nog uit, ja, maar het is geen J, maar misschien zelfs een S. Ja, dat op het einde wordt dat het weer echt, slecht. Echt die juist weer beter. Dat die topsporters... Dat is eigenlijk de mensen die in staat zijn om en knoerhard te trainen, maar dan geen infecties op te lopen. dat zijn de uiteindelijke medaillewinnaars, omdat die door kunnen blijven trainen. Kijk, als jij gewoon gevoelig bent voor infecties, ja, dan lig je er weer even een paar dagen uit, misschien wel langer. Ja, dus dan ben je enerzijds je lichaam heel erg aan het belasten, anderzijds word je ook dan ziek. Maar in dit artikel schrijven ze eigenlijk, ontkrachten ze dat, hè? Zeggen ze, het is helemaal niet waar dat van harde inspanning je immuunsysteem lager wordt. Je wordt waarschijnlijk ziek na die marathon, omdat je gewoon tussen 30.000 mensen aerosolen hebt lopen inademen. Klopt, ja, dat is volgens mij, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan stel je je bloot aan. Ja, ik denk toch ook in combinatie met, hoor. Ik bedoel, al je energie is op dat moment opgegaan naar... naar spieren die hersteld moeten worden. Ja. En het immuunsysteem. Ja, het lichaam moet toch... Dus pacen is gewoon continu gaande. Ook in het lichaam. Keuzes maken. Hoe ga ik met mijn energie om? Ja, en waar besteed ik dat aan? Ja, en hoeveel krijgt het immuunsysteem? Nu ga ik al vaag klinken. Ja. Maar nee, maar met dit soort studies is het natuurlijk van het lastige. Men kijkt dan vaak naar bloedwaarden. Naar witte bloedcellen is een goede. Of T-cellen zijn daar een onderdeel van. Maar voor je het weet, ja, je hebt heel veel verschillende T-cellen. Weet ik. En je hebt antilichamen, ook heel veel. Ja. En soms gaan ze omhoog, soms gaan ze omlaag. Het is gewoon een uniek samenspel van al die factoren die betrokken zijn bij het opruimen van een indringer. Ja. Ja, dan vind ik het soms een beetje cherrypicking om te zeggen... kijk, ja, met deze voedingsstof gaat het aantal T-helper lymfocyten gaat iets omhoog... Terwijl als je misschien naar andere... zo simpel is het niet. Nou ja, het is een aanwijzing misschien. Ja, de ideale manier toch om dat te doen is een echte studie. Om mensen dan... Ja, dan zou je eigenlijk mensen moeten blootstellen ook aan een virus. Laten we eerst maar eens in proefdieren doen dan. Ja. Geef je een virus hetzelfde hoeveelheid virus, hetzelfde lood. De ene laat jij eerst van tevoren of laat je daarbij sporten, inspanning, de trainen. En de andere doe je dat niet. En dan kijk je gewoon naar het aantal beesten wat uiteindelijk echt ziek wordt. Kortom, dit is een oproep aan alle wetenschappers onder onze luisteraars. Wij willen graag een nieuw experiment, een gedegelijk experiment... om de relatie tussen afweer, immuunsysteem en inspanning vast te stellen. Ja, en dan de kurkuma's en et cetera. Ik las in dat verhaal heel vaak iets voorbij komen. Antioxidant. Ja. En dan klinkt goed, hè? Ja. Want oxidanten, die wil je niet. En antioxidant, die vangt die weg. Ja, want oxidanten, even populaire media zeggen dan, dat is kankerverwekkend. Ja, en antioxidanten zouden dan helpen om dat te voorkomen. Klopt. En in het lichaam heb je inderdaad oxidanten. En dat zijn vaak losse, vrije radicalen. Dat zijn allemaal woorden die nou niet zo heel veel zeggen, hoor. Nee, je hebt zuurstofradicalen waar dan normaal is... twee O'tjes aan elkaar gebonden. Maar we hebben het nu over scheikunde. Ja, als je dan één O'tje hebt, dan heb je zo'n vrij elektron erbij. Ja. En zo'n vrij elektron, die kan je ook bij je stikstof hebben. En dus dat zijn allemaal... Die gaan heel makkelijk reageren. Precies, en daar zit het risico. Ja, en dus die kunnen zo gaan reageren en vastplakken, zullen we maar zeggen, met DNA, met enzymen waar we het net bijvoorbeeld over hadden. Vandaar dat mensen zeggen, ja, je moet niet te veel van die vrije, losvliegende radicalen hebben. Aha. Net als in het echte leven. Hè? Ja. Die verstieren de boel. Want die gaan contacten aan met dingen in je lichaam wat je niet wil. Dus die moet je wegvangen. En een antioxidant is dan een stofje wat zich heel makkelijk bindt aan zo'n vrije radicaal. Precies, die je wegvangt, letterlijk. Ja. En de mond snoert. Dus nou... is het toch allemaal weer even wat genuanceerd? Nou, ja, sorry. Daar heb je hem weer. Het is nooit zwart en wit, hè? Nee. Want daar refereer ik toch naar ook een stuk van... 3 stukken in Sportgericht die ik niet geschreven heb... maar wel een collega van mij en dat behoorlijk goed uitgezocht heeft. Wim Burgerhout. Ja. De moraal van het verhaal. Het lichaam produceert inderdaad zelf... komt bij de verbranding vaak radicalen, zuurstofradicalen... Maar dat is een heel normale biologie, chemie. En die vrije radicalen hebben daadwerkelijk een functie. Bijvoorbeeld immuunsysteem. Ja, hoe kan een immuunsysteem een bacterie of virus killen, aanpakken? Een manier daarmee is door het afgeven van oxidanten. Okay. Nou, dus die heb je nodig. Ja. Daarnaast is bijvoorbeeld, we hebben aflevering 2... spierherstel, spieradaptatie gehad over ijs, wat je eigenlijk niet moet, een ijsbad. Omdat onderdeel van de adaptatie is een reactie in de spieren die ervoor zorgt dat de spiercellen, het materiaal eigenlijk deels opgeruimd wordt. Daar komen ook ontstekingscellen komen daar langs, die halen dingen weg. Er komen nieuwe aminozuren en eiwitten aan, die worden ingebouwd. En dat hele proces, dat wil je eigenlijk niet in de war schoppen, bijvoorbeeld door een hele lage temperatuur, ijs. Maar onderdeel van dat hele proces zijn ook die oxidanten. Dus die zorgen ook voor die spieradaptatie. Aanmaak eiwitten in de spier, maar ook aanmaak mitochondriën. Dus jij zegt eigenlijk dat blind varen op zoveel mogelijk antioxidanten eten is eigenlijk te simpel. Het is eigenlijk, je doet hetzelfde als in een bak met ijs stappen. Als jij denkt van ik wil sterkere spieren hebben na een krachttraining of intensieve training. Je belemmert gewoon dat adaptatieproces. Omdat daar oxidanten... Maar dit is dan waarschijnlijk dus, zoals het inmiddels, ben ik al lang achter in de wetenschap iedere keer is. Ja. Het is dus allebei waar. Ze hebben onderzoek gedaan naar kanker en ze hebben daar wellicht gevonden dat kanker kan ontstaan door vrije radicalen die zich binden op een manier die je niet wil. Want als jouw immuunsysteem bijvoorbeeld van slag is, dan kun je hebben dat die ontstekingscellen te veel oxidanten produceren. Precies. En dan niet alleen die indringers aanpakken, maar ook de gezonde cellen. Dus daar zit een delicate balans. Ja. En voor dat proces zijn antioxidanten en voedingsmiddelen met antioxidanten heel verstandig. Ja. Ja. En tegelijkertijd geef je hier de waarschuwing, maar wacht nou even, als jij een goede fanatieke amateursporter bent, pas nou even op, want je hebt ze ook nodig voor je herstel. Klopt. En het is gewoon niet van, je loopt niet even naar de dokter van, hey, prik mijn bloed even en ik wil even mijn redoxbalans weten, zoals dat dan heet. Van nou, heb ik te veel of misschien in de toekomst. Ja, wie weet. 2025. Ja. Hey, we gaan door. We hebben nog één belangrijk onderwerp en we hebben nog één ding te testen in deze leuke doos. Kijk, wat ik hier nog voor jou heb, maar die ga ik jou gewoon cadeau geven, is het Sports Nutrition verrassingspakket. Wauw. Met Total Energy Recovery snoepjes. Nou, bewaren we wel even. Het gaat me namelijk veel te lang duren. Ja. Ik heb namelijk nog één ding voor jou. Deze. Onze topaflevering. Een van onze topafleveringen afgelopen seizoen was aflevering, dan moet ik het goede nummer roepen, 29 over het bietensap. We refereerden er net al even aan. Alleen, toen dronken wij bietensap uit de grote literfles en kwamen er al achter. Ja, maar wacht even. Voor die sporters bestaat daar Beat It. En dat is een geconcentreerd nitraat shot. Ik stel voor dat we daarmee onze vieze ketonensmaak, die ik nog steeds proef, gaan wegspoelen. Echt spul. Terwijl we het laatste onderwerp ingaan. En dat is natuurlijk die vraag van Marleen Wildschut. Die ga ik eens even bijpakken. Marleen, waar ben je? En even voorlezen. Want Marleen vond ons op Instagram. @Slimmer Podcast. En, ik weet het al, die staat hier. Wacht even. En die schreef het volgende. Marleen, daar ben je. Zij schreef, nuchter sporten. Is dat nou zinvol of onzin? Een lange mail hoor, dus begin jij vast aan de Beat It. Zouden jullie een keer een podcast willen maken over de zin of onzin rond nuchter sporten in de ochtend? Met als doel om droog te trainen, af te vallen, vet te verliezen. Daar zijn zulke tegenstrijdige berichten over. Er wordt vaak gezegd dat nuchter ochtendsporten en een korte 30 minuten training op rustige intensiteit goed is voor het activeren van vetverbranding door bruin vet. Nou, dat herken ik helemaal, Marleen, want ik heb natuurlijk dat Sportrustenboek gelezen. Heb ik al heel vaak aangehaald. Koen de Jong heeft daarin ook, is hij enorm fan van dit boek van Maaike de Vries. Hoe word ik een supervetverbrander? Nou, dus dat is een hele hype. Supervetverbrander gaat ook over laag intensief trainen, niet eten, weet ik dan wel. Marleen gaat nog verder. Maar gisteren heb ik weer een stukje gelezen dat het juist beter zou zijn om met eiwit te ontbijten en dat dan de verbranding veel hoger is en dus dat dat beter zou zijn voor afvallen. Ook Dr. Stacy Sims stelt in haar boek Roar over sportprestaties bij vrouwen en het afstemmen op hun fysiologie. Oh, die stelt dat ook. Zij schrijft weer dat klein ontbijt met eiwit beter is om cortisol te doen dalen. En dat is nodig omdat cortisol de vetopslag versterkt. Kortom, Veel informatie, veel tegenstrijdig. Ik ben benieuwd. Toch aardig om te weten in de tijd van deze coronakilo's. Wij gaan hier zo ook even Guido Vroemen bijtrekken om daar met hem over te hebben. Want hij heeft hier ook een artikel over geschreven in ProRun over het trainen op een lege maag. Ondertussen zit jij met gekke mond te vertrekken. Hoe is de Beat It? Ik vind het, vergeleken met die ketonen, echt prima. In de verte proef je wel bietensap. Ja. Maar het is... Ik kan hier wel mee leven. Ja, dit wordt dan aanbevolen. Consume 1 tot 2 shots, 1 to 3 hours before the training session. Shit, ik heb het helemaal op. Dat is vresje. Ja. Oh, wat dan? Ja, en dan sla ik al paas uit. En dat moet je dan 6 dagen voor je competition doen, staat hier. Maar anyway, als je hier meer over wil weten, aflevering 29 gaat helemaal over bietensap. Over 6 dagen en nieuwjaarslopen ergens, denk ik. Ja, precies. Leuk. Terug naar de vraag van Marleen. Ja. Marleen Wildschut, nuchter sporten. Wat heb jij gevonden? Nou, eerst toch een eigen ervaring. Ik train wel nuchter, regelmatig, maar dat is geen bewuste keuze. Dat is meer luiheid. Deels omdat ik dan op zondagochtend vaak... ga ik eerst een rondje met de hond even snel. En dan kom ik thuis en denk ik... hey, ik heb allemaal lopers in het bos gezien. Ik heb zin gekregen. En dan heb ik gewoon geen... dan wil ik eigenlijk geen tijd verliezen. Door een ontbijt en dat te laten verteren. Dus dan trek ik de hardloopschoenen aan en maak mijn rondje of op de fiets. Ik vind het, tussendoor zit ik hier aan de Beat It. Dit is wel heftig hoor. Mijn wenkbrauwen staan van te trillen. Holy shit man. Ja, dat is wel wat anders. Ja, maar jij hebt toen echt goed gepresteerd ook op die Beat, hè? Ja, dan gaat dat vooral terug. Ja. Ja, maar ik vind dit is niet lekker. Ja. Ik ben met je eens veel lekkerder dan die ketonen. Maar dit drink je toch ook niet voor je lol? Maar goed, ik beken wel, en zo dat wordt ook beschreven van... het is wel wennen op nuchtere maag lopen. Want je voelt gewoon... het begint met een soort hongergevoel. Ja. Je voelt je niet heel scherp, laat ik het zo zeggen. En wat natuurlijk ergens wel aanbevolen wordt daarmee is... ga niet hoge intensiteitstrainingen doen. Nee, dat is evident, hè? En dat schrijven ook Sportrust en de Supervetverbranders. Iedereen schrijft... nuchter sporten doe je laag intensief. Ja, maar daar is denk ik toch een klein misverstand... wat mensen denken van... waar we het over gehad hebben bij het ketogene dieet. Ja. Ja, dan ga je echt wekenlang eigenlijk koolhydraten... Dat zit in diezelfde aflevering 24 over bijna keto. Bannen uit je dieet. Waardoor je lichaam uiteindelijk alleen maar vetten over heeft voor de verbranding. En omdat de hersenen eigenlijk niks met vet kunnen doen... wordt dan besloten om ook vetten om te gaan zetten uiteindelijk in ketonen. Ja. Waar het lichaam wel wat mee kan. En dan wordt natuurlijk aanbevolen ketogene dieet... om je vetverbranding te trainen. Ja. Nou, en we weten, de vetverbranding, dat is prima. Alleen je kan daar, het lichaam kan het makkelijkste toch met zuurstof koolhydraten verbranden. Ja. Dus vandaar dat eigenlijk... Maar dat is ook wat Koen de Jong in zijn boeken betelgt. Je moet dat lichaam dus leren dat hij niet alleen maar gaat op die snelle koolhydraten, maar dat hij het ook, dat vet dus kan dat ben ik het helemaal mee. En het is maar wat mensen het soms vergeten, die denken, nuchter, dan begin ik al zonder überhaupt koolhydraten in mijn lichaam. Maar dat is niet waar. Want als jij gewoon de avond tevoren normaal hebt gegeten, dan heb jij een glycogeenopslag in je lever en je spieren. Ja. En aangezien... Dus morgen vroeg, tweede kerstdag. We hebben allemaal het grote kerstdiner in de mik. Dat zit ons hele lijf nog vol mee. Dus daar hebben we het ook over gehad. Hoe lang doe je daarmee normaliter bij het sporten? Zo'n 1,5-2 uur. Hè? Maar dan... Dus na overnacht zal er... Ik denk dat de levervoorraad, die is al wel... want je hebt continu glucose ook 's nachts nodig. Ja. Maar jouw spieren, die hebben op dat moment niet zo heel veel gedaan. Dus er zit best wel nog genoeg in voor die spieren. Alleen het is wel het... Een ander, dat is natuurlijk, los daarvan, het is complex, want Marleen noemt al cortisol. Maar een ander iets is natuurlijk insuline. Ja. Is dan het hormoon wat normaliter in actie komt als jij iets zoet of koolhydraten binnenneemt of eiwitten. Daar heb je dan in gevaste toestand ook niet mee te maken. Waardoor het gunstige effect eigenlijk is van als je op dat moment gaat lopen. Je hebt niet die remmende werking van insuline op de vetverbranding. En het lichaam kiest dan toch, ondanks het feit dat ze ook nog wel glycogeen in de spieren hebben, meer om vetten te verbranden. En dat kan vet zijn, je hebt ook in je spieren zitten gewoon vetbolletjes. Maar ook vet gewoon verderop in het lichaam, wat uiteindelijk omgezet wordt in vrije vetzuren. Die meet je dan ook in het bloed. En dus in die zin, ja, is het inderdaad, daar zijn, ik heb even gegoogeld, ja, ik wou zeggen, is reviews, ja. Die beginnen meteen van de meerwaarde of duidelijk dat de vetverbranding, fat oxidation, dat toeneemt, beter is in nuchtere toestand. Helder. Dus dat zou zeggen. En alleen dat is wel, en dan leer je dus jouw spieren, jouw gestel omgaan tijdens inspanning met vetten. Ja. En dan hoop je dat uiteindelijk, door dat te trainen, dan krijg je natuurlijk enzymen die daarbij betrokken zijn, die worden meer aangemaakt, actiever. En dus dat de volgende keer als jij bijvoorbeeld aan een loopje meedoet en iets intensiever gaat, dat dan deels ook dat je niet ineens helemaal overschakelt op de koolhydraten, maar een beetje allebei. Want het is sowieso een glijdende schaal. Hè? Ja. Het is altijd, je lichaam gebruikt altijd een combinatie van koolhydraten en vet. Ja. En wat je eigenlijk traint, en wat ook hier Maaike beschrijft, wat je traint, is dat je meer, procentueel meer gebruik kan maken van die opgeslagen vetten. Door jouw hele, dat is natuurlijk handig, val je vanaf. Jouw hele systeem is nu getraind om vet te verbranden. En hoe zit het dan met dat stukje wat Marleen vindt van Stacy Sims over die eiwitten? Hoe die dan dat is mee? Wel, want ik heb dat stuk toen gelezen, was volgens mij ook in Bicycling stond dat. Ja, en wat dan is, dan wordt er inderdaad een studie samengevat. Waarin, als ik het even goed recapituleer, is een groep proefpersonen, 4 condities. Eentje ervan is nuchter, eentje is koolhydraatontbijt. En 2 zijn er met eiwitten, het wei-eiwit en dan caseïne volgens mij. De ene is wat sneller, wordt sneller opgenomen dan de andere. Ja. En wat zij daarna dan, zo wordt dat beschreven, gemeten hebben, is de verbranding. De verbranding na afloop van die inspanning. En die is dan het hoogste met die eiwitten. Ja. Waardoor Marleen terecht zegt van, en zo wordt dat ook gebracht. Volgens mij is dit dan de manier om af te vallen. En die nuance, die wil ik denk ik hier ook nog plaatsen. Van ja, waar doe je het eigenlijk? Waardoor wil je de vetverbranding promoten? Is dat om uiteindelijk tijdens om beter te presteren, om jouw lichaam te leren dat ze ook vetten kunnen verbranden naast die koolhydraten. Ja, wat handig is als je bijvoorbeeld lange afstand gaat, marathon gaat. Precies. Waarom Koen de Jong en consorten daar zo op zitten. Ja. Of doe je het om af te vallen. Mm-hmm. Ja, dat is een ander motief en dan heb je dus andere best practices. Ja, en dat staat ook in het stuk van Guido. Dat mag je dadelijk nog even uitleggen. Kijk, linksom of rechtsom is afvallen heeft te maken met een balans tussen de calorie-intake en verbruik. En linksom of rechtsom, als jij je vetten gaat, in plaats van je koolhydraten, je vetten gaat verbranden. Ja, wil dat niet zeggen dat jij daardoor meer gaat afvallen. Nee. Ik bedoel, want je koolhydraten raak je dan niet aan. Nee. Ik bedoel, en dat is. En soms denk ik zelfs, stel dat jij echt krachttraining gaat doen en meer spieren gaat kweken, dan word je weer zwaarder van. Dus ik bedoel, die focus op dat afvallen, die is een stuk ingewikkelder om die mee te nemen. Maar als ik puur kijk uit oogpunt van, slimmer presteren, want daarvoor zitten we. Daar gaat deze podcast dan over. Dan is op nuchtere maag of vaste toestand af en toe trainen bij lagere intensiteit om de vetverbranding te promoten, om jouw spieren daarvoor te trainen, is prima. Ja. Ik dacht bij eiwit, ik moet even toch mijn kennissenkring, mijn deskundige kring inschakelen. Dus ik heb een e-mailtje gestuurd naar Luc van Loon. Ja, is in mijn optiek wel een goeroe op het gebied, in ieder geval van eiwitten en sportprestatie. Ja, Universiteit Maastricht. Ja, en die eigenlijk al 30 jaar daar onderzoek naar doet en echt wel van wanten weet. Ja, en wat schreef hij terug? Een hele korte reactie, want ik was al helemaal verrast dat hij überhaupt reageerde en daar heeft hij helemaal geen tijd voor. Wij als Slimmer Presteren Podcast komen langzaam Jurgen, want ik heb eigenlijk die vraag gewoon doorgespeeld. Nee, zegt hij. Dus, de vraag van Marleen heb ik doorgespeeld. Nee, als je de vetverbranding een boost wil geven, niet wil verminderen, kun jij beter niets eten. Koolhydraten en eiwitten zullen in beide gevallen de vetverbranding verlagen. Aha. Beide hebben een insulinerespons die de lipolyse, is het vrijmaken van vetzuren uit vetweefsel, zullen remmen. Dat is het korte antwoord van Luc. Ja. Dus dat geeft aan, die zegt nee, je moet het gewoon niet doen, want ook eiwit geeft, nodigt uit tot een insulinerespons. En die insuline geeft, die kennen we eigenlijk van insuline als opslag van glycogeen onder andere. Die wordt ingeschakeld op het moment dat jij koolhydraten, maar ook eiwitten binnenkrijgt. Zegt hij, oké, we gaan opbouwen. Dus we gaan het een voorraad aanleggen. En hij zegt dus, dat moet je verwijderen. Is een man of een vrouw? Is een man. Ja, ik word toch even zenuwachtig. Want een van de dingen die we natuurlijk weten, nu we langzaam meer te weten komen over de wetenschap van de afgelopen 30, 40, 50, 60 jaar, is dat daar nogal een bias zit naar mannelijke proefpersonen. Ja, dat zal en ik lees nu nog een keer heel goed de vraag van Marleen en het boek van mevrouw Stacy Sims, wat specifiek gaat over sportprestaties bij vrouwen en afstemmen op hun fysiologie. Ja, dat is prima. Maar die studie, trouwens die Marleen, die heb ik ook even proberen op te zoeken. Dan ga ik googlen. .net. Ja. En dan kwam ik echt bijna niks tegen. Want, of ik doe niet de goede zoektermen. Behalve die studie waar van zij... Van mevrouw Sims, ja. Nee, dus, die is niet van... Nee, die zij aanhaalt. Ja, dus, wat in Bicycling iets over verteld is. Ja. En dan lees ik die studie. Ik heb het abstract even goed gelezen. En daar staat al bij, this is a pilot study. Ja. Bla, 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 bla. En dan lees ik ook iets verder. En dan pilot studie betekent dus een kleine proefstudie. Ja, we zijn het eigenlijk het begin van een groter onderzoek. Ja. En daar kreeg ik echt het idee, er is helemaal niet iets van, dit is al 20, 30 jaar gaande of zo. Zij hebben even een nieuwe gedachte, een nieuwe insteek. Die ze toetsen. En dus ik heb Luc toch nog maar even dat linkje ook naar die studie. En toen reageerde ik. Je bent echt bezig met Luc, Marleen. Hey, en dus ook naar alle andere kijkers en luisteraars. Nou, wij vinden het wel leuk hoor. Geef ons maar opdrachten, dan gaan we aan de slag. Vertel, jij stuurt het door naar Luc. Kijk, op dat moment denk ik al van... maar dit is waarschijnlijk gewoon een N is 1 in studies. Waarbij je dan heel kritisch moet kijken hoeveel meer evidence is er. Hoe is die studie precies uitgevoerd? Nederlandse podcast, hè? Ja, oké. Luc eindigt zijn mail. Ik heb helaas geen tijd om het hele verhaal te gaan lezen, maar het is niet zo bijster schokkend. Puntje, puntje. Nou, wat hij uitlegt, waarom meet zij een hogere verbranding? En dat doen zij dus na afloop door te kijken naar RER, dat is de Respiratory Exchange Ratio. Ja, dus dat is de gaswisseling dan, toch? Ja, heel je kan aan de hand, volgens mij, van de uitgeademde lucht, van concentratie CO2 ten opzichte van O2, kan je iets zeggen over sowieso de verbranding. En wellicht ook daaraan gekoppeld, dus de RQ, Respiratory Quotient, hoeveel vet je verbrandt en hoeveel koolhydraten. Oké. Maar dat, de details... Ik krijg boertjes van de ketonen en de Beat It. Doe maar even. Wil je nog een reepje? Die zijstap mag ik nog maken. Bicarbonaat kwam even ter plekke van bij die ketonenstudies en als middel voor die zuren op te heffen. Ja. Ik herinner bij Dion Beukenboom, want mijn boek is nog niet langsgekomen. Nee, dat is waar. Nou, we hebben het wel over boeken gehad, maar voor alle mensen die ons voor het eerst ontdekt hebben, dan moet ik dat toch blijven uitleggen. Jurgen van Teeffelen is auteur van het boek Het Maakbare Uur. Vorige week nog al aanbevolen door toptrainer en coach Louis de Leijf aan zijn atleten. Het gaat over Dion Beukenboom die een poging deed om het werelduurrecord op de fiets aan te vallen. 1 man, 1 fiets, 1 uur. En jij was daarbij. En je hebt dat beschreven en gelardeerd met allerlei wetenschappelijke studies. En ik kan me herinneren dat op zijn lijstje toe proberen ook stond van dus bicarbonaat. Ja. En uiteindelijk heeft hij dat volgens mij 1 keer geprobeerd. Maar wat dat is eigenlijk, het is... hetzelfde als bakpoeder of soda. Ja. En zo, dus het is zuiveringszout. Nou, als je daar een plens van inneemt, in jouw, dan ga je daar zo ontzettend van boeren eigenlijk. Net zoals jij nu. Ja. Dus in die zin dacht ik, maar hoe kom je hier nou op? Oh, omdat Luc dat zegt over die studie, hoe ze dat gemeten hebben. Nee, maar dat was even over dat boertje, over de bicarbonaat. Over het boertje. Ik denk, waar ben je nou? Je zat er in de verhaal van Luc. Ja, maar... dat ze daarom gedacht hebben, we gaan het in hem zelf stoppen. En dat is de aflevering waar we nog... Ja, precies. Nou, jij maakt het wel moeilijk voor onze luisteraars om jou bij te houden. Maar ik heb je nog... Oké, dit was een opmerking in relatie tot de aflevering die we voor Bastiaan Gaillard hebben. Maar alleen, daar ben ik weer. ja, Luc legt uit van dat het de manier waarop zij gemeten hebben, die RER, als zijnde een maat voor verbranding. En ja, die verbranding was hoger met die eiwit van tevoren genomen. Dat hij zegt, ja, ze meten energiegebruik na inspanning. En dan heb je natuurlijk, zegt hij, een hoger energiegebruik, doordat je een thermogenetisch effect hebt. Dat heb je sowieso al als je eiwit eet en dan energiegebruik meet. Wat betekent dat? Een thermogenetisch effect is eigenlijk het effect van voeding, maar dan het effect van wat voeding heeft puur op het energieverbruik door vertering van het voedsel wat je inneemt. Ja. Dus dat is logisch, als jij voedsel inneemt, ja, dan moet dat verteerd worden. En daar komt energie van bij. Ja, nou, dat kost energie. Oh, dat kost energie. Ja. En dus jouw darmen en jouw maag gaan aan het werk. Daar komen eerst die eiwitten moeten afgebroken worden. Ja. In losse aminozuren. En die moeten dan weer opgenomen worden. Kost allemaal energie. Kijk, die darmen zijn keihard aan het werk op dat moment. Allerlei transporters bezig. Ja. En dat thermogenetisch... Dus en dat blijkt dat eiwitten hebben een veel hoger thermogenetisch effect van wel rond 25%. Dus van wat jij inneemt aan eiwitten, aan calorieën... Ja. 25% dan, eigenlijk daarvan, wordt al verbruikt. Om het om te zetten. Ja. En is dit de oude metafoor van de komkommer? Dat als je komkommer eet, dat meer energie kost om te verbranden dan dat het oplevert. Nou, precies. En eiwitten hebben dat niet, maar die hebben dat voor 25%. Dus hij zegt wat je waarneemt, is dat het lichaam gewoon veel energie heeft gebruikt om die eiwitten te verbranden. Dus, en dat is met name... Maar dat is toch goed dan, als je wil afvallen? Ja, nee, ja, maar daar gaat het haar, denk ik. Ja. Nee, dat is waar. Dus jij zegt de koppeling aan het doel om vet te gaan verbranden, die slaat nergens op. Nee, want zij kreeg het idee dat je meer... Er werd een hogere verbranding gemeten. Ja. Dus het idee wat daar naar voren kwam was van, hé, dan stimuleert eiwit de vetverbranding. Maar dat is niet waar. Nee, dat blijkt dus... Dan werd je gewoon meer verbrand omdat je eiwitten eet. Precies. Helder. Ja. Jeetje, Jurgen. Het is maar goed dat kerstvakantie is en eerste kerstdag vandaag, want we zitten al nu te kletsen en we moeten nog naar Guido. Maar die wil ik op deze bijzondere dag niet laten gaan. Dus laten we snel overschakelen en gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Ja. Live verbinding op eerste kerstdag. Guido, wat leuk dat ook jij vandaag even tijd maakt. Ja, ja. Zalig kerstfeest. Zalig kerstfeest, inderdaad, heel goed. Ja, op zo'n dag gaat het over eten, dus Jurgen en ik zitten hier al helemaal boerend en gek van de rare voedingssupplementen. Staat er bij jou een mooi diner op het programma vanavond? Dat hoop ik, maar tot nu toe blijf ik helemaal nuchter dan. Ja. Precies, ja, nuchter. Nou, daar hebben we het over hier in dit laatste stuk van deze aflevering. Namelijk de vraag van Marleen Wildschut over nuchter sporten. Om vetverbranding te stimuleren om af te vallen. Nou, Jurgen heeft dat net al helemaal uitgerafeld. Zelfs Luc van Loon erbij gehaald. Nu is even de slag naar de praktijk. Je hebt zo'n 50-tal atleten onder je hoede, heb je ons wel eens verteld. Raad je die standaard aan om ook nuchter sporten op te nemen in hun programma? Nee, niet standaard. Ik doe niks standaard trouwens. In mijn opinie heeft het eigenlijk alleen maar zin om een goede vetverbranding te gaan proberen te krijgen als je ook wedstrijden doet waar dat zinvol is. Als jij wedstrijden doet die maar een uur duren, ja, dan kun je wel een top vetverbranding proberen te krijgen, maar die gebruik je helemaal niet in dat uur. Dus dan heeft het ook weinig zin om daar heel veel energie en tijd in te stoppen om dat goed te krijgen. Ja. En ik heb in mijn jaren heel wat triatleten Ironman distance getraind. Maar daar was ook wel iemand bij die dan heel, heel slechte vetverbranding altijd had. En wat we geprobeerd hebben om die te verbeteren, ja, dat was heel lastig. En toch scoorde die gewoon onder de 830. Ja. 8:30 op een hele triathlon. Voor de mensen die wat meer uit andere sportwerelden komen. Dat is dus inderdaad 4 kilometer zwemmen, 190 kilometer fietsen en dan een hele marathon lopen in 8,5 uur. Wat jij net zegt triggert iets, Guido. Jij zegt, die atleet had een hele slechte vetverbranding. Hoe weet jij dat? Nou ja, dat heb ik ook in mijn lab getest met ademgasanalyse. Dus dan meet je hoeveelheid zuurstofopname, CO2-afgifte. En daar kun je eigenlijk uit afleiden, wat is dan het substraat? Hè, wat is de brandstof die je verbrand hebt? Van hoeveel zuurstof heb je daarvoor nodig om dat te verbranden? En dan komt er CO2 uit. En dat is verschillend voor koolhydraten en voor vetten. En dat verschil kun je dus uit je data kun je dat halen. En dan zie je dat daar een mengsel is van zoveel koolhydraten en zoveel vetten heb je daaruit verbrand. Dat kun je dan berekenen. Goed dat je dat opwerpt, want dat was ook wat Luc mee kwam. In die studie maten ze de RER en dat kun je dan weer doorverwijzen naar de RQ, hè, de respiratory. Ja. Dus wat meet jij dan, die RQ uiteindelijk? Ja, eigenlijk is het RQ, om te zeggen, 0,7. Dat komt neer op volledig alleen maar vetten verbranden. RQ 1,0 is volledig alleen maar koolhydraten verbranden. En dan zit je daartussenin, 0,85. Dan heb je een beetje 50-50. Ja. Wat je eigenlijk optimaal wilt, is dat je bij een lage intensiteit veel procent vetverbranding hebt en maar weinig daarvoor nodig hebt van aan je koolhydraatvoorraad. Want die is maar beperkt. Dus dan spaar je het als je dus een redelijke intensiteit kunt vasthouden met als brandstof vetten. Ja. En is dat dan een standaard waarde die eruit komt als ik bij jou een inspanningstest kom doen? Of is dit een hele speciale test? Nee, het is op zich die waarde komt er altijd, die hebben we altijd. Als je ademgasanalyse bij ons doet, krijg je altijd die waarde. En dan kun je dus, je moet er niet, hoe moet ik het zeggen, als dat echt alleen maar is waar je het voor wilt doen, en dan noem je het eigenlijk een metabole efficiëntietest, dan moet je daar ook wel de uren ervoor wel wat strikte regels aan vastmaken. He, je mag daar niet bepaalde zaken eten. Je moet eigenlijk 3 uur van tevoren niet eten en alleen nog maar water drinken. Omdat dat allemaal de nauwkeurigheid van die test beïnvloedt. Aha. Maar dus dan had je een atleet en die scoorde eigenlijk stevast richting de RQ van 1. Ja, dat zat eigenlijk als je 120 watt trapte. Ja. Nou, dat is eigenlijk helemaal niks voor iemand. Maar was het al 90. En dat ging dan al naar 0,95, 96. En dat ging dan langzaam zo steeds verder naar die 1 toe. En ja, dan heb je een motor die altijd op superbenzine loopt. Ja. En maar iemand moet dan continu bijtanken dus met zijn koolhydraten. Dan moet hij echt... Ja. En dus, wat is daar heel belangrijk? Wil je goed presteren met zo iemand, dan moet je dus een heel strak voedingsplan neerleggen, want je moet zoveel koolhydraten per tijdseenheid, dat moet je dus altijd innemen. Als je dat niet doet, ga je eraan. Ja. En dat is een topper en die heeft toegang tot jouw lab en jouw testen. En ik vind dit wel super interessant om te weten dat het zo werkt. Als we dat nu vertalen naar de wereld van amateurs, zoals ik en Marleen misschien. Ja. Hebben wij indicatoren om te weten waar we zitten in onze RQ? Of we goede vetverbranders zijn of dat we veel op koolhydraten werken? Of die test is voor iedereen toegankelijk. Hè? Iedereen kan die test doen. Ja. Ja, maar je kunt niet iets anders doen. Bijvoorbeeld als je met lactaattesten het bloed prikt. En je hebt lactaat 2 en 4, dan kun je ook je drempels bepalen, maar dat zegt helemaal niks over je vet- of koolhydraatverbranding. Daar kun je niks over zeggen. Nee. En jij zegt dus, als ik dus een atleet tref waar ik dit zie, die veel in de koolhydraten zit, dan schrijf ik wat meer inderdaad nuchter trainen voor om die vetverbranding aan te zetten. Zijn er andere aanleidingen voor jou om atleten nuchter te laten trainen? Ja, als ze echt hele langdurige evenementen willen gaan doen. Hè? Dus dan heb je het dus over uren ultralopen, Ironman. Dan is het sowieso wel zinvol om ervoor te zorgen dat je motor gewoon ook op vetverbranding goed kan functioneren. En want dan ben je gewoon minder afhankelijk van het toedienen van steeds weer koolhydraten. Dus dan is het gewoon altijd wel zinvol om ervoor te zorgen dat de vetzuuroxidatie goed is. Want daar hint, denk ik, dat is nog een ander aspect. We hebben het hier eigenlijk gewoon over verbranding bij inspanning, beter presteren. Maar ik denk dat Marleen ook hint op gewichtsverlies. Hè? Dat we afvallen. Afvallen. En ik weet wel dat bijvoorbeeld bij wielrenners in het voorseizoen wordt aanbevolen om dan inderdaad op nuchtere maag echt uren te maken. Niet alleen om die vetverbranding te stimuleren en om dat te trainen, maar ook echt om kilo's kwijt te raken. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat is niet iets wat ik adviseer. Nee. Weet je, ten eerste moet je een beetje kilo's kwijtraken. Dan moet je ook wel heel veel te veel hebben. Ja. Wil je dat heel veel gaan proberen. Ja. Dat is voor toppers niet zo, maar voor ons als amateurs. Ja. Januari komt er weer aan. Nee. Ik denk dat iedereen zo'n coronabuikje wel voelt. Ja, nou ja, weet je, dan is het, als je een periode hebt waar je denkt, jeetje, ik heb 5 kilo aangekomen en dat moet er wel weer af. Ja, dan zul je dan kun je dat best doen. Maar als je overgewicht kilo's hebt, ja. Dan is het echt heel veel stress voor je lichaam als je in een energietekort gaat zitten, elke dag weer. Ja. Dan krijg je een relatief energietekort steeds. Je hebt een bepaalde hoeveelheid energie nodig. En als je dan ook nog gaat trainen extra daarbij, en je gaat dat dagen, misschien wel weken achter elkaar volhouden, dan word je daar niet gezonder of fitter van. Ja, dat geeft gewoon problemen. Hoor ik jou dan nu bijna nuchter sporten? Nee, afraden? Nee, afraden, ja, dat heeft je moet het wel goed over nadenken wanneer je dat gaat doen. Exact. Bewust inzetten. Ja, precies. Weet je, ik moet niet denken, ik ga dat gewoon nu in de voorbereiding 1 of 2 keer in de week in de ochtend een uurtje dat gaan opbouwen met nuchter trainen. Ja, dat kan prima. Ja. In een wedstrijd, richting een wedstrijdseizoen, dan moet je het eigenlijk achterwege laten. Ja, en dan kom ik op de omgekeerde, want ik doe zelf vrij veel met nuchter trainen. En tegelijkertijd heb ik dit jaar in de podcast geleerd over training the gut. Nou, daar hebben wij op dit moment, zijn we er ook druk mee bezig. Guido, we zitten hier allebei nog met een beetje een vieze buik van de ketonen en de Beat It shots. Maar in die zin dus ook training the gut. Ga maar juist met een vol ontbijtmaag hardlopen. Want je moet natuurlijk ook leren om onderweg die voedingsstoffen uit de maag om te zetten naar de spieren. Ja, en ook gewoon tijdens de trainingen ervoor zorgen dat je, als ze zeggen 90 gram in een uur koolhydraten innemen, nou doe dat maar eens dan ook. En probeer dat niet alleen maar denk, het is wedstrijd, nu moet ik heel veel gaan eten. Ja, mooi. Mooi bruggetje, heel veel gaan eten. Het is eerste kerst, de koffie is op. We gaan... Ik hoop dat ik nog wat binnenkrijg straks, Jurgen. Misschien zijn we de rest van de dag ziek. Nou, bedankt Gerrit. Gezellige kerst. Ja. Mooi Guido. Heb je dan nog een laatste uitzending? Heb je nog iets toe te voegen over nuchter trainen? Of hebben we nu de kern wel te pakken? Nou, de kern hebben we wel te pakken, ja. Maar, weet je moet, wat ik al zei, af en toe een keer nuchter trainen. Is prima. Je moet het niet dagen achter elkaar, weken achter elkaar, maar proberen dat. Denk, als ik het 1 keer of 2 keer in de week doe, dan is 7 keer in de week nog beter. Wat vaak wordt gedacht, hoe meer is beter. Dat is niet zo. Dat is hier duidelijk niet zo. Dat is een mooie laatste samenvatting nog. Nou, daarmee gaan we ons klaarmaken voor het kerstdiner. We hebben een bomvolle uitzending gehad, Jurgen, met allerlei verwijzingen naar allerlei andere afleveringen. Dus ik wens jou heel veel plezier deze kerstdagen. En ik hoop dat je tijd vindt als je niet erbij bent om alle afleveringen bij te luisteren. Volgende week op 1 januari zijn we er ook met de laatste aflevering van seizoen 2, aflevering 42. Ja. Gaan we terugkijken. En tot die tijd hopen we van jou te horen via de social media. @SlimmerPodcast op Instagram en Twitter. Laat ons eens zien, hoe ziet jouw kerstmaal eruit vanavond? En zit daar nog leuke sportvoeding bij of leuke supplementen waar we het over gehad hebben? Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een webpagina van deze aflevering waaronder je kan reageren. Of stuur ons een mailtje via post@slimmerpodcast.nl. Ja, en nog 1 keer, hè. Het is kerst, cadeautjes. Als je fan bent van deze podcast, dan hopen we jou toch ook terug te zien op onze pagina Vriend van de Show. vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Misschien heb je dan wel een klein kerstcadeautje voor ons in petto. Dus we drukken de hele dag op refresh op onze mailbox om te kijken of dat gebeurt. Dankjewel Jurgen, fijne dagen. Guido, fijne kerstdagen. En tot volgende week in het nieuwe jaar. Yo. Hoi.